Yo mensen, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe kookvideo op Planet Michel. Ik ga vandaag even een lekker ontbijtje maken voor jullie. Nou ja, voor jullie, voor mezelf, want ik ga het opeten. Maar het is echt een super lekker en simpel iets wat je heel makkelijk zelf kunt maken. Dus blijf vooral kijken. Eerst even de oven vol verwarmen op 180 graden. Dan ga ik even spullen pakken uit de koelkast. Ik heb hier wat afbakbroodjes, kaas, kalkoensalami, eieren, pesto, een beetje peper en zout. En als ik wat vergeten ben, dan komt dat zo wel. Oké, dan ga ik deze broodjes ga ik uithollen. Nou, doe met die andere twee ook. Zo. Dan zet ik even opzij. Twee eitjes in het bakje. Zout, beetje peper, niet te veel, een beetje pesto, mengen. Nou, dan heb ik hier de broodjes weer. Kijken hoe ik dat het makkelijkst kan doen. Dan giet je het eimengsel in de broodjes. Dat passen bij die, bij deze viel het eruit. Voorzichtig. Hier dus ook een beetje. Het mag er wel een beetje uitlopen. Maar niet alles natuurlijk. Voorzichtig. Voorzichtig. Nou ja, hij is gewoon vol zo. Zo. Hier de kalkoensalami. Let op, dan vouw ik hem dubbel. Zo. Hup. Kaas. Ik doe twee plakjes per broodje. Nou, dan gooi ik ze in de oven, ik denk een minuut of 10. En dan hebben we onwijs lekkere broodjes. Ik heb ze even uit die ovenschaal gehaald. Want vanwege dat ei wat eruit liep, weet ik zo. Kijk, ze zijn klaar. Lekker. Ik ga ze opeten, even naar de kamer hoor. Even kijken. Zo, lekker jongens. Oh, zo lekker dit. En hoe heet het? Ik eet ze nou als ontbijt, maar je kan ze natuurlijk zo meteen ook even maken als lunch. Dat maakt niet uit. Awesome. Zo. Nou mensen, ik ga lekker ontbijten. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zondag toe. Ik moet straks gaan werken een dagje in Geldermalsen. En dan ben ik morgen weer vrij. En dan moet ik geloof ik dinsdag, woensdag werken. Donderdag vrij. Vrijdag werken. Zaterdag vrij. Heerlijk. Nooit langer dan 2 dagen achter elkaar. Heerlijk weekje zo. Nou mensen, nogmaals een fijne dag. En ik zie jullie bij een volgende video. Doei!